Als je iets wil verdienen, weet ik misschien wel wat. Oh? Ja, je kan wel iemand gebruiken achter de bar. Harm zei me dat er ontslagaanvragen lagen op het arbeidsbureau. Jouw naam zit er ook bij. Thijs. Thijs moet ook weer eens komen. Ja, maar moeder, waar bemoei jij je eigenlijk mee? Wat? Hoor ik dat goed? Hier staat wel je vader, ja? Zo goed doe je het ook de laatste tijd niet, hè? Krasjes op schepen. Kom hou, zeg ik toch? Ik beteken helemaal niks voor je. Ja, ik kan je kinderen baren, ja, ik kan je eten op tijd klaarzetten. Maar als ik eens vraag om gewoon wat aandacht aan me te besteden. Gewoon wat tijd voor me te maken. Dan ben je niet thuis. Wat maak je nou druk om? Zolang die inspectie bezig is, ligt het werk stil. Komt de werf alleen maar meer door in moeilijkheden. Mooi toch? Maar ik weet wel wat er is. Je hebt een vriendje. Mevrouw Timmer, er is geen direct levensgevaar meer. Maar op grond van zijn reacties moeten we wel rekening houden met een dwarslesie. Ik heb hier niets mee van doen. Dit was stom, ik heb hier niet om gevraagd. Duidelijk? Is dat duidelijk? Opschieten, jongen. Goed je tanden poetsen, hè? Ja. Wat is er met je? Voel je wel goed? 11 uur wil je het weten. Ik heb nog 11 uur de tijd om te beslissen of ik de fut accepteer. Accepteren. Hoe durft hij? Oh, alles wordt erbij gehaald, hoor. Ik help de jongeren zo aan een baantje. Alsof wij geen rechten hebben. Wij hebben die zaak opgebouwd. De jongeren lijken wel heilig verklaard, zeg. Maar we zijn er ook nog. We tellen heus nog mee, hoor. Je bent er nog niet uit? Nee, natuurlijk niet. Zoiets als arbeidsvreugde, dat verdwijnt toch helemaal door dit gedoe? Dus? Niks dus. Zie jij mij hier al de hele dag rondbanjeren? En ik? Heb ik ook een stem? Ik kan het zelf wel af. Dat is niet fair, dat gaat mij ook aan. Weet ik, sorry. Je ziet het toch aan Kees Timmer. Het kan allemaal zo snel veranderen. En dan? Als hij me weg wil hebben van de werf, zal hij me moeten dragen. Blijf vooral rustig, Thijs. Hij zal me heus niet zien smeken, schelden of brullen, hoor. Wees me niet bang. Ik weet heus wel wat ik doe. Jasper, waar blijf je nou? Jasper? Ik kan je nu nog net langs school brengen. Misschien moet ik het toch maar doen. De fut? Ik weet niet. No, there's no living. Goedemorgen. Bertje. Dag, man. Dat is schatje. Wat heeft hij? Nou ja, mag ze niet vrolijk zijn? Ja, natuurlijk, maar ze was de laatste tijd zo... Ze heeft een vriendje. Een vriendje? Ja, kleine meisjes worden groot. Kennen we hem? Nee, we kennen hem nog niet.
Ja, waarom weet ik hier nooit van niks? Je moet niet zo overdrijven. Hi, Timmer. Zo, is de buit binnen? Kunnen we gaan interneren? We mogen de schip niet op. Ze inspecteren. Wie? De inspectie. Arbeidsinspectie. Het ongeluk. Wat gaan we doen? Ik zal ze vragen hoe lang het gaat duren. Ik zou zeggen, jongens, ga ondertussen de boel aanvegen. Kijk machines na. Je weet vast wel een klusje. Ja? Ik zal eens met de heren gaan praten. Hoe is het met Kees? Hetzelfde. Het gaat niet goed. Oh, ben jij het? Je klinkt teleurgesteld. Nee, natuurlijk niet. Moet je niet naar binnen? Nee, ik heb zo'n bespreking. Ik kwam gewoon even langs, even kijken. Waar is Ina? Oh, die is thuis, denk ik. Die voelde zich niet 100%. Ga ik straks even bij haar langs. Ik vrees dat je weinig kunt doen. Ik ben helemaal de grote boosdoener de laatste tijd. Ik kan echt niks goed doen. Zo ken ik Ina helemaal niet. Nee, maar ik wel. Ik ga weg. Goed aan pa. Oh, die heeft vandaag dat gesprek met Van Houwelingen. Waarover? Of hij de fut accepteert. Oh, dat moet hij niet doen. Dat hoeft misschien niet meer. Je hebt het niet van mij, maar we hebben gegevens waaruit blijkt dat die ontslagen misschien aangevochten kunnen worden. Dus hij moet niets accepteren op dit moment. Zolang dat ze wel iets vinden. Ja, Barbertje moet hangen. Ik zal het op mijn brood krijgen, Joop. Is de situatie zo dat het een ander verweten kan worden? Vragen ze dan. En van die pesterige opmerkingen. Michaël, slechte gewoontes wennen het snelst. Michaël? De mensen die in de onmiddellijke nabijheid waren. Ik wil graag een gesprek met ze hebben. Oh. Dat kan ik voor u regelen. Ik vind wel dat over het algemeen gevaarlijk slordig met de kabels wordt omgegaan. Ja, tuurlijk. Dat doen we om ze te laten struikelen. Hoeven we ze niet te ontslaan? Ik heb hem vandaag nog niet gezien. Oh, wacht u even. Ik ben bij Van Houweling, ja? Telefoon voor u. Vraag maar of ze terugbellen. Uw schoonzoon dringend, zei hij. Is er wat met Ina, met het kind? Ja, Harm, wat is er? Echt, Erik? Zo zijn we in één klap van het probleem verlost. Nee, ik weet het niet. Als je hem wilt lozen, dan heb je nou je kans. Jij bent de eerste die het hoort. Patrice, is Kraal gearriveerd inmiddels? Of, Kraal? Daar valt toch geen afspraak mee te maken, hè? Hij heeft een telefoontje. Hij was al naar u op weg. Ja, ook al ligt Kees in het ziekenhuis, met zijn materiaal kunnen we wel aan de slag. Zeg nu nog geen ja, pa. Ja, als ik dat al van plan was. Ik kan er nu niet veel over zeggen. En je moet ook zeker niet laten merken dat je het van mij hebt. Maar uit die papieren blijkt dat de zaak ons toch wat anders voorgespiegeld wordt dan ze in werkelijkheid zijn. Doe niet zo geheimzinnig. Pa, je moet wel begrijpen dat ik in mijn positie helemaal niks zou mogen zeggen. Meneer Kraal, ik val in herhalingen, maar wij hebben het beste met u voor. Echt? Wij zullen mensen moeten ontslaan, hoe erg we dat ook vinden. Maar dit is toch echt een hele goede regeling. En als ik het niet accepteer?
Waarom zou u dit aanbod afslaan? Omdat ik liever werk. Ik accepteer geen ontslag. Ik hoor hier. Er is voor mij nog genoeg te doen. Geen fut? Nooit. Tja, meneer Kraal. Dan moet u er niet verbaasd van opkijken als ik andere maatregelen neem. Spreek vrij uit. Mijn bedrijf staat op het spel. Maar u accepteert de spelregels niet. Ik zal hardere maatregelen moeten nemen. Misschien had ik dat al veel eerder moeten doen. Ten slotte loopt de arbeidsinspectie hier rond over de werf. En zij zijn zeer geïnteresseerd in fouten. En wie is hier verantwoordelijk voor de discipline, de veiligheid, de orde op de werf? Vult u zelf maar in, meneer Kraal. Tot voor kort liep alles hier perfect. Dat weet u best. En over planning, orde en discipline hebben wij niet dezelfde ideeën. Het spijt me heel erg, meneer Kraal. Maar ik zal uw ontslagaanvraag moeten versnellen. U wilt niet anders. Daar reken ik dan op. Oh ja, bijna vergeten. Maar misschien niet onbelangrijk voor u, meneer Van Houwelingen. Ik denk dat die ontslagaanvraag niet zal worden gehonoreerd. Het schijnt dat ze bij het arbeidsbureau en de vakbond over gegevens beschikken die zeggen dat het er financieel met de werf toch wat anders voor staat dan u ze hebt voorgehouden. Goedendag. Goedemiddag, u spreekt met mevrouw Spoelstra. Mag ik alsjeblieft mijn zoon Tim even aan de telefoon? Dank u. Ja, ik wacht. Wat gebeurt er allemaal achter onze rug om? Oh, ho, ho, ho. Wat is dit allemaal? Ja, dat zou ik heel fijn vinden als jij me dat zou kunnen vertellen. Kraal, hij weet het. Hij zit doodgemoedereerd zijn ontslag aan te horen en speelt vervolgens zijn kaarten uit. Die wil je bang maken. Die wil nog een keer zegen vieren, terwijl hij toch al weet dat hij gaat verliezen. Maar wat weten ze op het arbeidsbureau? Dat kunnen ze niets weten. Rustig, Erik. Denk even na. Nee, jij neemt mijn ongerustheid niet weg, Jacques. Ik voel me buitengewoon ongemakkelijk. Er gaat voortdurend geld het bedrijf uit. Aan de salarissen, materiaalkosten, hypotheken, noem maar op. Dat is toch de bedoeling? Ja, maar er komt niks binnen. Je kent de fasering van ons plan. Ja, maar het duurt me te lang. Ik vind dat er actie ondernomen moet worden. Geen paniek. We zijn nog maar zo kort bezig. Ruim een maand. Echt. Straks halen we de buit dubbel en dwars binnen. Straks. Ja, maar wanneer is straks? Daar gaat het mij om. Heus, we zitten gebeiteld. Luister nou niet naar die Kraal. Die vecht ook maar van zijn eigen hachje. De rek is eruit. Elke uitstel of vertraging, dat kan fataal zijn. En dan nog dat ongeluk. Die man die blijft voor zijn leven lang invalide. Nee, ik weet het niet meer. Ik weet het niet meer, Jacques. Jij bent soms toch ook wel een softie, hè? Hey. Achter het gesprek heeft verder niks nieuws opgeleverd, Joop. Maar ik had hem even goed tuk. Thijs, het is allemaal een kwestie van tijd, jongen. De enige reden dat ik hier nog ben, dat is dat een cateringbedrijf nog te duur is. Het gaat niet om mij, het gaat alleen daarom. Het is al lang niet meer een kwestie van ben je goed of ben je niet goed of wat is je band met het bedrijf. Ja, dat ongeluk met Kees komt ze goed uit. Kunnen ze me pakken op bedrijfsveiligheid? Het is het eerste echt serieuze ongeluk hier. Hij wil me eruit hebben. Ik weet alleen niet waarom. Het heeft allemaal met geld te maken, Thijs. De werf is voor hem niet wat het voor jou is. Het gaat alleen maar om geld. Geld, geld, louter geld. Hij heeft gelijk, wij zijn ouderwets. Nou, daar ben ik best trots op. Weet jullie iets van de inspecteur? Ja, die praat momenteel met Geert en Mustafa. Dat hij eigenlijk politie verwacht. Hey, maak het een beetje, Joop. Ik vind het zo al erg genoeg, hè? En als er opzet in het spel is? Kees, die weet nogal wat van Verhouwelingen en Meijer, begrijp je? En Geert, die heb ik nooit zo vertrouwd, dat weet je. Heb je te lang in de zon gezeten soms? Dat is echt belachelijk, Joop. Dat begrijp je zelf ook wel, hè? Ja, die Geert mag ik ook niet, maar als ik jou was, zou ik toch wat minder Agatha Christie lezen. Oké,
dan niet. Maar ik ben hier gisteren nog even alleen terug geweest om te kijken of het gas uit was. En mooi dat ik Meijer en Geert samen naar buiten zag stappen. Hé, hey, je ontsnapt. Iedereen zit een zeur aan mijn kop. Ik ben hier toch niemand tot last. Mijn papieren zijn in orde. Ik doe mijn werk oké. Hey, het was maar een grapje. Ik wil geen moeilijkheden. Ik wil mijn werk gewoon blijven houden. Ik had er toch ook niks aan doen dat ik toevallig in de buurt was toen Timmer viel. Ik wil hier gewoon niks mee te maken hebben. Ach, maar het is toch zo. Dat weet je best. Hij hoort nu toch hier te zijn? Dat we het samen kunnen doen. Maar nee hoor, hij is druk. En jij kunt toch zelf ook wel weer de hand uit de mouwen steken? Han heeft het druk, dat is ook zo. Nou, pak die kinderkamer dan zelf aan. Je weet dat je zit te zeuren. Hij heeft best tijd voor jou en voor Jasper en voor die kleine. Hij gaat elke dag naar Marloesje kijken. Ja, zit ik weer alleen. Ach, je moet dapper zijn, je eroverheen zetten. Het is niet eerlijk hem van alles de schuld te geven. Nou, kijk naar jezelf. Je laat het helemaal afweten. Je schuift alles op hem. Kom op, je kunt het best. Ga eens wat vaker naar je kleine meisje kijken. Onderneem iets. Hij hoort hier. Schat, wat heb je? Rustig, even hier heel rustig in. Ja. Heel rustig aan. Ja, heb je het? Ja. Heel rustig. Oh. Ja. Zet je wel heel erg in voor deze zaak. Vind je dat ik overdrijf? Nee. Ik als vakbondsman wou dat jullie allemaal zo waren. Zoals je weet is een van de mensen op die lijst mijn schoonvader, Thijs Kraal. Maar ik wil ook dat je weet dat dat me dwingt tot een nog grotere objectiviteit. Dus eigenlijk heeft jouw schoonvader pech dat jij deze zaak behandelt. Nou, maar we proberen toch altijd ontslagen tegen te gaan. Als het niet nodig is. Maar niet altijd krijg je dit soort papieren in de handen gespeeld. Ja, maar dat is toeval. Echt, daar staat mijn schoonvader buiten. Ik ga akkoord met je voorstel. Je laat Van Houwelingen hier komen en de aanvraag toelichten. Vervolgens confronteren wij hem met het materiaal wat we van de heer Timmer ontvangen hebben. Moet hij maar eens uitleggen waarom hij een jaar geleden al het geld uit de zaak gehaald heeft. En waar het gebleven is. Hij zal met de billen bloot. Mijn excuses, maar er is telefoon. Nee. Ja, voor u, schoonmoeder. Ja, het kon echt niet wachten. Ja, nou ja, verbind me door dan. En moet ik geloven dat jij niet door je schoonfamilie geregisseerd wordt? Ja. Hallo, ma, zeg het eens. Ja, maar ik kan niet zomaar weglopen hier. Ja, oké. Oké, ja, tot zo. Jij bent echt gek. Vond je niet dat ik een hele goede moeder Spoelstra neerzet? Zeker. Of had ik wat strenger voor je moeten zijn, of niet? Hoe heb je ze zover gekregen dat ik kon gaan? Ja, heel simpel. Ik zeg gewoon dat ik het als alleenstaande vrouw al erg moeilijk heb. Mevrouw Kraal is weg. Ze is nergens te vinden. Niet in de recreatiezaal, niet in de kamer, nergens. Sinds wanneer? Betty zegt dat ze er een uur geleden nog gezien heeft. Kom mee. Dat schatje. Dag, mam. Voorzichtig zijn, hè? Ja. Bedankt, mam. Ja, maak je nog maar geen zorgen. Ik ben er nu, hè? Dag. Hé. Hey. Wat was er nou aan de hand? Ja, nu is er niks meer. Ik had het benauwd. Was dat alles? Ja. En nou is alles over? Ja, zie je toch? Ja, maar waarom moet ik dan thuiskomen?
Ja, dat was niet mijn idee. Dat wilde Ma. Ja, maar als er niks is, wat doe ik dan hier? Ik heb al wat beters te doen, hoor. Ik zit er niet uit mijn neus te eten. Ben je nog naar het ziekenhuis geweest om af te kolven? Nee. Nee, dat hoeft niet. Dat kan ik thuis ook. Ja, maar je moet er toch naartoe om Marloes te zien? Ja, zeker door zijn ruitje koekeloeren. Ik ken al die slangetjes en die apparaten wel, hoor. Trouwens, ze merkt er toch niks van. Nee. Dit is lekker. Oké. En toch vind ik het niks, al het stiekem een gedoe. Waarom kan ik hier niet een keer gewoon thuis op komen halen? Begin daar nou niet steeds over. Waarom niet? Nou, voorlopig even niet. We doen toch niks verkeerd? Oh, hadden we nu niet op school moeten zitten dan? Hè? Oh, en ik moet zo naar mijn werk. Klinkt dat goed, hè? Ja, ja, kom maar aan. Ja, hallo, met mevrouw Kraal. Ja, u had al eerder gebeld. Ja, ja, dat kan kloppen, want u komt net binnen. Wat zegt u? Iets met moeder? Dat kan toch niet waar zijn? Ik zou dus mijn ogen en oren... Ja, ja, weet ik. Vertel op. Wist u dat de schoonzoon van Thijs Kraal op het arbeidsbureau werkt? En dat hij de zaken rond onze werf persoonlijk behandelt? Zijn schoonzoon. Vandaar. Die zal dus wel niet zo objectief zijn, hè? Wat? Hoezo, ze weten niet waar ze... Ja, waar is ze dan naartoe? Dat is toch niet... Ja, natuurlijk, Loes. Ik kom meteen. Nee. Ik haal je op, ja? Ik moet weg. Meneer Kraal, een ogenblikje. Ik heb geen tijd, ik moet er vandoor. Meneer, ik geloof niet dat u zich de consequenties van mijn woorden realiseert. Oh ja, dat doe ik wel, ja. En toch, de heer Plasman, die vertelde... Als u niet naar mij luistert, dan praat u toch met de heer Plasman. Moeilijkheden? Behoorlijk, ja. Maar daar zijn we volstrekt niet van doordrongen. Nee. Misschien is het goed als we even over die moeilijkheden en over meneer Kraal spreken op mijn kantoor. Ja, graag. Ik moet alleen nog even daar naar boven. Zullen we zeggen over een half uurtje? Prima. Tot dan. Tot straks. Zitten ze soms te slapen bij die uitgang? Ja, ze is niet de enige. Ze gaan er daar de hele dag in en uit. Dus ze weten toch van haar. Ze heeft speciale verzorging nodig. Lieve, dat weet je toch. Daar is geen personeel voor en geen geld. Waar zou ze naartoe gegaan kunnen zijn? Je zou je schuldig gaan voelen dat je nog leeft omdat je anderen tot last bent. Weet je dat er mensen zijn die dan niet meer verder willen leven? Je denkt toch niet? Dat wil ik niet denken. Ah, moeder. Waar ga je naartoe? Ik heb een idee. En toch, ik denk dat het eerder aan het onderwijs en het personeel ligt dan aan de kinderen. Ja. Ik weet dat het een moeilijk kind kan zijn. Ga zitten. Zoek je vader? Zo vind ik dat er niet mee om moet worden gegaan. Lars is een kind van 4. Je vader moest even weg. Nee, daar blijven we dan van mening over verschillen. Maar zo telefonisch... Ik kom morgen de schooltijd wel even langs.
kunnen we het uitpraten. Tot dan. De juf van Lars krijg je ook een staart van. Zegt dat die typisch het product is van een werkende moeder. Het valt niet mee tegelijkertijd vader en moeder te zijn. Zoek je toch een nieuwe vader? Dan moet ik wel heel zeker zijn dat hij een vader voor mijn kind wil zijn. Dat hij daar heel goed over nagedacht heeft. Vertel, wat kom je doen? Stel dat ik nou speciaal voor jou gekomen ben. Steef, alles lief en aardig, maar laat ik duidelijk zijn. Ik wil op mijn werk dit soort dingen niet. Thijs, wat heeft ze hier nou toch te zoeken? Om 4:30 ben ik vrij. Je hebt mij voor het lapje gehouden, hè? Ja, als adviseur kan ik overal bij, dus ik heb je papieren er maar eens bij gepakt. En jij moet maar wijsmaken dat je niet alleen woonde. Is toch zo? Ja, met een zoontje. En ik maar denken dat er een vriendje was. Kijk eens. Voor de musical. Komt u daar aan? Kon jij niet aan komen, hè? Ik heb er de hele tijd achteraan gebeld en toen ik eindelijk de kassa te pakken had, was het uitverkocht. Ja, wat wil je? Zo'n populaire musical. Dat is het voordeel van relaties hebben. Dit is je kans om ervan te genieten. Kan ik het van u overnemen? Nee. Je krijgt het. Met mij erbij. Ik had er al helemaal niet meer op gerekend. Het is vanavond al, hè? Ik weet niet. Ik vraag de buurvrouw of ze op wil passen. Geweldig. Zeg, dat was daarnet ook een kraal? Die er net wegliep? Oh, Steve. Die op het arbeidsbureau werkt? Hij niet. Wat kwam hij hier doen? Oh, hij zocht zijn vader. Oh, ja, die was er weer eens niet. Het begint zo langzamerhand wel op te vallen. Weet je het zeker? Ja, wat is zeker? We kunnen het proberen. Een paar weken geleden vroeg ze me nog of ik even langs huis wilde rijden, zoals ze dat noemden. Nou, als er maar niks met haar is gebeurd. Ja, je weet het bij haar nooit, hè? Of ze nou in het heden of in het verleden leeft. Dat maakt het juist zo moeilijk. Ja, soms weet ze nog feilloos wie ik ben. En dan denkt ze ineens weer dat we nog verloofd zijn. Ik denk echt, Thijs, dat het beter voor haar is. Een verpleegtehuis. Daar hebben we het nog wel over. Moeder. Thijs, kom je eten? Waar is Joop? Blijft die Joop in? Kom maar, moeder, we gaan. Kijk, daar is Loes. Ze wil graag weten hoe het met u gaat. Alles goed met u? Ja. Kom maar. Je moet er nodig eens wat aan doen, hè? Het ziet er zo verwaarloosd uit. Ja, maar kind, ik sta toch overal alleen voor, hè? Ja. Je vader, hè? Die zal het daar wel lekker hebben in dat warme land. Ja. Die leeft alleen maar voor zijn plezier. Ja. Kun je het niet laten, Steef? Is het nou mooier dan werken op een werf? Ja, dat denk ik wel eens aan op de bouw. Ja, ik zou het hier wel weten. Nou, het is hier niet allemaal roze geur en maneschijn. Nee, het staat buiten kijf dat er iets moet gebeuren. Maar ja, pa, hè? Die wil alles bij het oude laten. Hij kan best wat hulp gebruiken, hoor. Hé, het spijt me voor eerder vandaag. Mijn slecht humeur. Begrijpen we wel. Als je maar weet dat we je hier erg waarderen, Mustafa. Dank je. Jullie moeten uitkijken voor Geert Plasman. Ja, die ken ik langer dan vandaag. Ja, maar hij is gevaarlijker dan dat je denkt. En Kraal, hè, die moet het ook weten. Echt geen koffie? Iets anders misschien? Ja, we zitten midden in een reorganisatie, dus ik moet u vragen om wat begrip.
Maar aan de veiligheid mag het nimmer getornd. Nee, natuurlijk. Het is een vreselijk ongeluk. Een van uw werknemers, Geert Plasman, die heeft me op een aantal fouten hier gewezen. Dat is een prima man. Wij zien hem als de opvolger voor de heer Kraal. Die heeft het er toch een beetje te veel bij laten zitten. En wij van de directie. Wij waren te veel bezig het hoofd boven water te houden. Fout, fout, fout. Toch had Winterre reeds ontdekt dat de heer Kraal niet langer de juiste man was voor die plek. Vandaar ook dat hij op een ontslaglijst staat. Maar ja, vanwege verdienst in het verleden hebben we hem de fut aangeboden. Want je wilt toch op een behoorlijke manier met je mensen omgaan, nietwaar? Dus de zaken gaan hier veranderen? Daar kunt u zeker van zijn. En Kraal, ja. Dat is toch een beetje de bekende druppel. We zullen hem op non-actief stellen. Meteen. Nou, dan wil ik ook niet moeilijk doen. Laten we afspreken dat ik over 2 weken terugkom. En dan reken ik erop dat u de nodige voorzieningen en veranderingen heeft aangebracht. Geweldig. Ik moet natuurlijk wel verslag uitbrengen. Het is niet aan mij om over sancties, boetes en dergelijke te beslissen. Maar met uw advies. Dat denk ik ook. Dank u wel. Ik waardeer het zeer. Mooi. Goeiedag. Meneer. Hé, hey, lukt mij wel eens iets niet? Oké, te gek. Hey, meiden, horen jullie dat? Yes! Wat is er? Hij kan via via aan kaartjes komen voor NXS. Dan gaan we de hele groep naar Rotterdam. Waarom weet ik dat niet? Ja, dat had een verrassing moeten blijven. Dus ik mag van jou mee? Nou, sterker nog, zonder jou gaat het hele feest niet door. Wat? Ja, nee, dan ga ik niet. Dus? Ja, dan... Moet ik wel. Oké. Wanneer is het? Volgende week zondag al. Zondag? De kerk. En dan weet ik het niet. Sinds wanneer trek je daar nog wat van aan? Later nou. Ze moet het zelf weten. Hé, we gaan pas het einde van de middag weg, joh. Nou, en dan ga ik een keer niet naar de kerk. Als het problemen met je ouders oplevert. Daar heb ik gewoon niet aan gedacht. Ik ga gewoon. Ja, en thuis dan. Nou, het is toch mijn leven? Ik bedenk wel iets. Oh, yes! Yeah. Zo kennen we je weer. Woe! Hé, hey, mevrouw Kraal. Daar bent u weer. Heeft u een ommetje gemaakt? Ja? Was het mooi weer voor, hè? Oh, wat een opluchting. Ja. We vonden het zo verschrikkelijk. Maar ja, ze was weg voordat we het in de gaten hadden. Hoe hebt u haar zo gauw kunnen vinden? Ik ken haar al 58 jaar. Ze was naar haar oude huis gegaan. Oh ja, dat zien we zoveel. Dus dit is niks bijzonders. Fraai. Nou, dan moet ze hier nog maar een poosje blijven, vindt u ook niet? Loopt u even mee naar mijn kamer? Dan praten we daar eventjes verder. Ja. En, is het nog gelukt met oppas? Tuurlijk. Mooi, kom ik je vanavond om 7 uur halen. Dus het komt erop neer dat we moeder gewoon in een gekkenhuis stoppen. Ja, in dit huis ontbreekt het ons aan voldoende personeel om haar de aandacht te geven die ze nodig heeft. Dementerende bewoners die vragen nu 1 keer meer zorg. Nou, dan neem ik u liever zelf in huis. Oh ja, ik kan me uw reactie heel goed voorstellen, maar we hebben hierover met elkaar nog niet gesproken. Kunnen u en uw vrouw het opbrengen om haar 24 uur per dag te verplegen? En dat niet voor 1 dag? Meneer Kraal, we moeten realistisch zijn. U hebt zelf gezien hoe gevaarlijk dit kan zijn. En wij kunnen die verantwoordelijkheid niet langer op ons nemen. Het kan een gevaar worden voor zichzelf. Het is geen griepje. Het gaat met uw moeder alleen maar in dalende lijn. Ze zal zich steeds minder herinneren. Ze zal steeds minder herkennen. Haar hele wereld wordt kleiner en kleiner. Ja, zo hard is het. Moeten we snel beslissen? Nee, we gaan niets overhaast doen. Het is zo oneerlijk dat een mens zo aftakelt. Natuurlijk hadden we het er allemaal anders gegund. Ik kan me uw reactie heel goed voorstellen. Maar oud worden betekent nog niet ongelukkig worden. Oh nee? Was dat nou nodig? Wat bedoel je? Nou, ze bedoelt het toch goed? Je weet net zo goed als ik dat het nu echt gevaarlijk voor je moeder begint te worden. Dit avontuur had heel anders kunnen aflopen. Nou. Dan moeten we er in huis nemen. Dan moeten wij de verantwoordelijkheid nemen. Ja, dat zou kunnen, als jij met de fut gaat. Ik heb trek in een bak sterke koffie.
Zo, zijn we er toch nog even uit. Neem maar vast een voorschot op onze grote reis. Indonesië? Ja. Laten we daar maar over zwijgen. Juffrouw, twee koffie graag. Van tevoren dat het toch al niet mag. Er zijn hier regels, ja. En daar heb jij je aan te houden. Ik doe de dingen die ik wil. Niet zolang jij onder mijn dak woont. Dan moet ik misschien niet maar vertrekken. Ja, ik kan maar beter open kaart met je spelen. Ik heb vorig jaar wat geld uit de zaak gehaald. Hoeveel? Zeven ton. Hoeveel? Zeven ton. En dat zeg je me nu? Net nou het zo lekker gaat, geen problemen met de vakbond. Als die erachter komen. Maar dat was mijn cadeau voor jou. Hoe heb je nou zoiets kunnen doen? Daar zag ik mijn werk vooraf. Die reis is zo belangrijk, riep ik nog tegen haar. Dat kan ik mijn man niet aandoen. En jij verwijt je dochter dat ze stiekem is. Dat is ook toevallig, hè, met die Kees Timmer. Dat hij zomaar struikelt. Man met zijn ervaring. Bijna niet te geloven. Wat bedoel je? Oh, niks. Als kantinebaas vang je nog wel eens wat op. Misschien heeft er wel iemand bij gaan staan die iets gezien heeft van dat, ongeluk. Dus vanwege een falend veiligheidsbeleid en de schade die hierdoor is ontstaan, zien wij ons genoodzaakt u met onmiddellijke ingang op non-actief te stellen. Dit zal zeker overlopen in een ontslag. Ik wil hier niet eens meer zijn.